lopen de emoties soms hoog op, zoals we zien in Venray op de Zuidsingel. Op de controleplaats is het een komen en gaan van bromfietsers die door motoragenten worden binnengebracht. Deze scooter mag op de rollentestbank om de constructiesnelheid te meten en die is prima in orde. Goed. Maar de bestuurder ontkomt helaas niet aan een bekeuring voor de losse kinband van zijn helm. Meneer, hebben die andere onderverklikken? Waarom heeft de kinband los? Heb ik gewoon helemaal niet aan gedacht. Wie is er ook meer? Rijbewijs, alsjeblieft. Kijk, ik ben 4 à 8 weken thuis gestuurd. En wat gaat het kosten? 90 euro, meneer. Oké. Okay. Hoop geld. Weer aan te denken. Je veiligheid is het belangrijkste. Ja, dat klopt. De bromfietser mag weer verder, mits hij zijn helm op de juiste manier bevestigt. Even verderop treft de politie deze oldtimer aan, waar het een en ander aan lijkt te mankeren. Als het goed is, goed. Hij is alleen een beetje oud. Hij is een beetje oud. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Hij ziet er een beetje oud uit. Ja, precies. Nou, ik geloof dat hij al 40 jaar is. Dat kan ik dadelijk precies zeggen. Oh, dus. Ja, dat is... Mevrouw Narozo, ja. Jij komt uit dat die auto niet verzekerd is. Dat kan niet. Nou, je mag zelf meelezen. Waarom verzekerd? Nee. Dat kan niet. Hij is verzekerd. Ja, hij moet verzekerd zijn. Ja, ik zie het staan. U geeft mij dadelijk een papier mee. U zegt dat hij wel verzekerd ja, is. Ja, zeker bij Leo de Rijk. En blablabla. Ja, dat zei mij toch niet. Ja, dat precies. Maar, krijg papier mee. Je moet het dan opsturen naar een verzekering. Ja. En je moet dan aantonen dat je auto nu op dit moment verzekerd is. Niet een uur later of zo, maar dat moment. Denk ik. Ja. De bestuurster krijgt 2 weken de tijd om een zogeheten WAM-verklaring te overleggen en daarmee is de zaak vervolgens afgedaan. Ondertussen is de rollenbankcontrole nog vol in bedrijf en deze scooter zit boven de maximumsnelheid van 45 km per uur. Kijk. Dat zeg ik, je rijdt 55. Nee, maar dat is gewoon traag. Meneer, maar niet de andere overplikken, maar andere scooters wacht. Geen idee, ik heb hem nog niet zo lang. Maar wat ik zeg, we rijden met z'n tweeën erop en die rijdt echt niet harder dan 55. Wind mee, dus... Meneer, uw rijbewijs. Alsjeblieft. Ja, kun je de aankomende schikking thuis sturen binnen 6 à 8 weken? Ik heb heel veel terug naar de weg. Het bedrag is 60 euro. Ja. Wow, dat valt mee. Kunnen we nog meer leren? Wat moet je doen, meneer? Ja. Ik doe nu eerst een synthese, dat is hier om de hoek. Die mag ik niet meer verder rijden, te hard. Ja, dat weet ik. Dat is wel mooi shit, en ik denk, ik rijd het niet uit. Nee, oké, maar dat doe ik wel graag, hè. Zelf gezien, hè. Ja, maar ik wil zeggen, ik rijd het niet, hoor. Ze mogen officieel mogen ze 45, hè. Dat kent tegen PN, hè. En dus mag de bromfietser lopend verder. Deze golfbestuurder rijdt met een aanhanger waar het een en ander aan schort. De auto is gekeurd, dat zeker? Ja, zeg je toch? Oh, ja. Johan, je weet wie je wil hebben? Ja, dat weet ik. Niemand is schamen. Dankjewel. De kentekenplaat van de aanhanger is helaas onvoldoende leesbaar. Die S is niet zo leesbaar, wie dat kan ik geen S meer van maken. Dat is toch geen S meer, los een jurkje. Dat kan ik toch niet meer lezen. Dat doen we het eerst pas, joh. Ook de losbreekreminrichting is niet goed bevestigd. Dit ding, hè? Kijk. Ja. Dan moet hier door dit oog. Oh, dat weet ik niet. Weet je waarom dat dan is? Nee. Als dit nou aanbreken, dan gaat een aanhanger wagen. Even goed zijn eigen leven leiden. Om dat even laten veranderen. Nee, maar dat kan ze zo zelf doen. Oh, zo eraan? Ja, kijk, dat is zo. Ja, dat snap ik. Kijk, dan trekt hij zichzelf direct op de raam als ze zo moeten zitten. Ja, dat wist ik echt niet. Hè? Nee. Nooit meer wat je zegt? En dan nog nooit gecontroleerd? Jawel, we hebben me af en toe aangehouden. Dat is nog niet van gezegd. Maar we zien het team verkeer, we zien altijd met verkeer bezig. Dus... Ja, maar ja, dat is gewoon de deurspolitie en zo. Maar ja, die moeten dat toch ook zien. Die moeten dat ook weten, ja, dat klopt. Ja, of ze hebben gedacht, laat maar gaan dan even, joh. Misschien zorgt dat erachter, dat kan tegen die S... Ik zal het opnieuw maken, want de verlichting wordt achter ook gemaakt. Maar die wordt er verder ondergeschoven, maar dat kan pas één van de week. De bestuurder mag zijn weg vervolgen en komt eraf met een waarschuwing. En dan is het tijd voor de volgende scooter op de rollenbank. Ik heb een bekeuring gehad. Ja, ik heb eigenlijk gehad, want ik heb examens. Over 1 minuut. 1 minuut? Ja. Dan was je al behoorlijk laat, hè? Ja, er was de omleiding bij mij bij de straat en de deur daar. Meneer, ben je niet de antwoord verplicht? Waarom loopt de scooter zo hard? Ik weet niet, zo hebben we hem verkocht. Hoeveel loopt die daar dan mee? Morgen 45, hè? Dat was kennelijk hier, hè? Ja, dan loopt die daar. Het bedrag is 60 euro. Hoeveel? 60 euro. Succes met examen, hè? Ja, dank je wel. Hoi.
De boete voor de snelheid valt nog mee. En wat dat betreft heeft deze bestuurder een groter probleem. Want hij heeft zijn aanhanger te zwaar beladen met alle gevolgen van dien. Het zit niet zo goed vooruit. De totale massa is van het trekkend voertuig en aan en weg is 4800 kilo. Ja. En dan mag het maar 3500 zijn. Je weet het zelf al, je zegt het zelf al. En dan mag je ook niet verder rijden. Dat begrijpt u wel. Ik kan niet zeggen hoe de boete wordt. Het gaat naar de officier van justitie. Wat een paar weken overheen, denk ik. Ja, normaal een week of zes ongeveer. Oké. Maar ga dan ook morgen niet meer rijden. Maar... Nee. Je brengt jezelf in problemen daarmee. Ik kan het zeggen. Nee, daarom. Goed. Nee, ik bedoel... Mijn baas is ook niet zo dat hij zegt van ik zal het even afrekenen, hoor. Dus... Nee, man. Ja, weet je wat het is? Je baas zegt misschien tegen jou, jij moet ermee gaan rijden. Ja, maar jij kan voor alles opdraaien. Wie betaalt als je nou een ongeluk krijgt? Want je bent helemaal niet verzekerd dan ik. Nee, nou, je hebt geen rijbewijs. Nee, ja, dat snap ik. Daarom, dan heb jij het probleem. En ik denk niet dat je baas dan komt van... Dan is het helemaal het eindzoeken. Ja, daarom. Ja, ik snap het. Oké, hey. Wacht eventjes. Goed zo. Mijn collega die komt eraan. Dus... Goed zo, oké. Ja, rest hè? Ja, dankjewel. Terwijl deze bestuurder op versterking wacht, gaat de gordelcontrole aan de Zuidsingel onverminderd voort. Nee, dan had u een stokje gekregen, dus de autogordel die er ook in zit. Krijgt u een bekeuring voor. Ik ben niet verplicht te antwoorden op de reden dat u de gordel niet om had. U zei het net al, ik ben net ingestapt. Ik doe het altijd, maar ik heb de slechte gewoonte dat ik dat doe op weg naar mijn volgende plek. Ja, meestal als ik richting autobaan rijd, als ik hier wegrijd. Voordat ik de autobaan oprijd, heb ik hem om. Dat is een automatisme. En je moet eigenlijk doen voordat je de auto start. Ja. Slechte gewoonte. Ja, een slechte gewoonte die €140 kost. Ja. Dus dat is een hele hoop geld. En ja, er hoeft maar wat te gebeuren, juist binnen de kom. Ongeluk zit in een klein hoekje, zeggen ze vaak. Ja. Dus proberen er een gewoonte van te maken. Gewoon instappen, voor de lamp, auto starten, wegrijden. Komt u nooit meer in dit soort situaties. Ja, dus zonder geld. Hè? Deze tijd waar we allemaal af moeten werken. Ja, dat klopt. Ondanks dit wens ik u toch een fijne dag nog verder. Ja, van hetzelfde. Het is uiteraard verplicht om een autogordel te dragen. En dat geldt ook voor passagiers die op de achterbank zitten. Goed, meneer. Maar niet schieten, hè? Anders schiet ik niet meer. Dat ik doe niet schieten. Nou, goed. Naar mij moet je wel even de motor uitzetten. Ja, maar zeg. Ik kan het niet. Maar naar mij moet je wel luisteren. Ik wil graag even je rijbewijs hebben. En de papieren van de auto. Maar het is van mijn vader. En dan heb je de autopapieren niet bij dan? Nee, ik heb net geleend van mijn vader. Dank voor een hele vader. Ja, maar de autopapieren, de papieren van mijn de auto. Mijn vader, ik heb van hem geleend. Oké, okay, maar die moet je altijd bij hebben op het moment dat je pad staat. Ik heb net geleend, ja. En dan neem je toch de papieren ook mee? Ja, dat kan niet. Dat was snel, want ik moest voor mijn zoon even een ding zetten. Oké, okay, dan ga ik dat even nakijken voor je. Hé, hey, waarom ik aan de kant zit is vanwege de kinderen. Ik heb die kleinste, die stond gewoon tussen de voorstoelen in. Ja, dat klopt. Maar dat was zo snel. Hij is weer ziek. Nou, net was hij niet aan het huilen, stond hij gewoon vrolijk te kijken. Klopt, maar hij is nou wel een bar. En de rest van de kinderen dan? Die hebben ook een kleine stoeltje. Ja, allemaal. Ik heb thuis nog twee. Zij is groot zat. Alleen maar de rest dan? Ik heb zelf twee stoeltjes, maar het was snel. Nou, snel, dat kom je natuurlijk niet ergens, hè? Ja. Hey, wat ik ga doen, ik geef je een bekeuring in ieder geval. Ja? Voor het niet dragen van de autogordel voor de kleine. Ja? Snap je dat? Kan je niet voor deze keer een waarschuwing zo? Kan je even kijken? Ik heb nooit. Nee, ik kan er niet voor waarschuwen natuurlijk. Ja, maar ik heb nooit. Ik ben nooit gehad. Dit is mijn eerste keer. Ik kan mijn kinderen houden. Doe deze keer waarschuwing. Maar deze keer krijg je bekeuring. Stop met mijn kinderen houden. Nee, stop. Want mijn kind. Stop. Allemaal stop. Doe allemaal verwijderen. Doe verwijderen gelijk. Deze bestuurder maakt een hoop kabaal, maar hij is toch echt zelf degene die zijn kinderen op een onveilige manier vervoert. Zodra de gemoederen zijn gesust, krijgt hij dan ook een bekeuring van €140.